Dus ik heb hier een pakketje gekregen. Hallo iedereen, hoi. Ik, voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Sam. Hoi. Ik heb hier een pakketje gekregen van een heel leuk bedrijf. Maar wij gaan hier een pakketje openmaken. Hallo iedereen, dit is mijn chat hiernaast. Iedereen kan me lekker meelezen of kijken dit op YouTube. Hallo mensen van YouTube, ik ga hem live openmaken. Ik ga hem kijken wat erin zit. Ik weet al wat erin zit. En dit is super awesome. Een is papiertje. Een briefje. Veel speelplezier. Ik ben benieuwd naar de video. Dat, uh, dat, dat zou goed komen. Hoi. Hallo. <laughs> Wait, what the hell is dit? Oh yo, what the hell? Look at this chat. Oh, there you go. De Nintendo 2DS. Hij is uit. Hij is uit. En ik heb hier zelf de 3DS. Ik heb alle DS's gehad in de hele wereld. Ik heb hier zelf een Nintendo 3DS en dit is een Nintendo 2DS. En ik wou hem even gaan vergelijken wat fijner is. Dus dat gaan we even testen. Dat gaan we even kijken. Daarnaast, ik heb heel veel van deze leuke, heerlijke. Alright, dus dit is de Nintendo 2DS, boys. De Nintendo 2DS. Ik ben heel erg benieuwd. XL Screens. Alright, ik ga, hem gewoon... ik ga hem gewoon openmaken. Ik ben heel erg benieuwd. Lekker spelen met een doos. I Al mean, oh, hou je ervan. Ik vind hem echt sick eruit zien, though. Ik vind hem echt sick eruit zien. Hoi YouTube. Hallo, boys. Mijn haar zit echt heerlijk vandaag. Dus dit is het, chat. Wow, hij is klein. Wait, hij is echt klein. What the fuck? Yo, hij is klein. Hij is licht. Dit is hem. Vergeleken met de 3DS. Dit is een nieuwe 3DS XL, dit is een nieuwe 2DS XL. Als het goed is is het XL toch? Ja. XL streams. Oh, ik ga hem openmaken. Hallo! Eerlijk gezegd, hij ziet er best wel smooth uit. Hij ziet er best wel smooth uit. Ik, ik, ik zit heel vaak op de DS-chat. Meestal elke avond zit ik erop. Echte carbon fiber. Het ziet er smooth uit. that shit. Ik vind het zwarte, vind ik heel erg nice. Hij is veel... I like it. Oh, heb jij een 3DS? Moet je een 2DS halen? Nee. Eigenlijk niet. Want eigenlijk wat ze eigenlijk... Wat ze hebben gedaan, ze hebben de 3D-functie weggehaald. That's it. Ze hebben de 3D-functie weggehaald. Dit is de 3D-functie hier zo. De, deze slide hier zo. Of is dat volume? Dit is volume. Dit is de 3D-slider. Bam. Uh, op en neer kan je 3D aandoen. Wat is het verschil met de 2DS? Hij heeft hem niet. Hij heeft geen slider. Hij heeft geen 3D-slider. Hij heeft alleen een volume-slider. Dat is eigenlijk het enige. Dus al heb je een 3DS, yeah. moet je de 2DS okay. halen? Nee. No niet echt. Het is niet echt nodig. Al wil jij een DS gaan halen... In de toekomst raad ik aan uh, een 2DS. Hij ziet er nice nou uit. Oh, heb jij een 3DS? Zou ik geen 2DS halen? Oh, heb jij geen DS? Zou ik deze halen? Dat is pretty much it. Maar yo, hey, dankjewel Nintendo voor de 2DS. Awesome.